zit er nu zelfs op. Vitesse won in Arnhem. NEC wint in Nijmegen. De Gelderse derby. Op 16 april is weer tijd voor de Gelderse derby. Deze keer in de Goffert. Deze wedstrijd is zeer beladen vanwege de rivaliteit die er heerst. Maar hoe is deze rivaliteit nou ontstaan? En hoe is dit nou de Gelderse derby geworden? Altijd beladen. We zijn er tussen Vitesse en NEC. We zijn er geweest. Meerdere zelfs. Bij de 3 rode kaarten in 1 wedstrijd vielen. Ja, als ik dat en ik droom nog een keer van Vitesse. Ja, een derby waarin nog maar weinig spelers echte jongens van de stad zijn. NEC tegen Vitesse. Nijmegen tegen Arnhem. Het roodroemzwart tegen het geelzwart. Dit is de Gelderse derby, wat bij supporters een grote rol speelt vanwege de rivaliteit. Voordat deze rivaliteit ontstond, waren er al veel wedstrijden gespeeld tegen elkaar. Maar toen was deze rivaliteit er nog niet echt. De echte rivaliteit is ontstaan doordat toenmalig directeur van Vitesse Karel Auwers uitsprak dat er volgens hem maar plek was voor 1 club in de regio. Dat was volgens hem Vitesse. En dat schoot bij de supporters van NEC duidelijk in het verkeerde keelgat. En zo is de Gelderse derby ontstaan. Sinds 1916 zijn er 119 edities gespeeld van de Gelderse derby. NEC is de recordhouder met de meeste overwinningen. Dit zijn er 43. De grootste zege in de derby is gevallen in het seizoen 1941-1942. Toen NEC won met 9-2. Voor spelers is deze derby natuurlijk bijzonder, aangezien de vervelende de wedstrijd van het jaar is. Iemand die goed weet hoe het is om deze derby te spelen, dat is oud-NEC-speler en publiekslieveling Edgar Barreto. Hij heeft in de periode van 2004 tot 2007 bij NEC gevoetbald en na een periode van 13 jaar in Italië te hebben gespeeld, keerde hij in 2020 terug bij zijn oude liefde NEC. Hier heeft Edgar Barreto tot 2022 gevoetbald en heeft hij inmiddels zijn mooie carrière als profvoetballer afgesloten. Voordat je de NEC kwam, ben je natuurlijk je voetbalcarrière begonnen in het land waar je geboren bent, in Paraguay. Ja. Heb je daar ooit al een derby meegemaakt? Ja, zeker. Ik was in Cerro Porteño en ja, de grote derby van Cerro Porteño is Olimpia. Dus ik heb daar 3 of 4 derbies, maar ook in de jeugd. Ik was altijd bij Cerro Porteño gespeeld. Dus, ik speel heel veel derbies en ook in mijn hele carrière met Palermo, met Sampdoria, met Atalanta. En merkte jij dan ook een verschil tussen de Gelderse derby en die derbies? Bijvoorbeeld dan Sampdoria-Genoa, dat is een stadsderby. En NEC tegen Vitesse, dat is dan echt een streekderby. Merk je daar een bepaald verschil tussen? En ja, natuurlijk die atmosfeer van de stadion, van de wedstrijd, van voor de wedstrijd. Daar is meer in Genoa is meer vriendelijk, maar hebben wel een grote rivaliteit. En hier in Gelderland is een beetje minder vriendelijk gehad. Maar ja, is wel gewoon een mooie derby en ja, natuurlijk. Vanaf de eerste dag iedereen gewoon praten over die derby en overal waar ik heb geweest. In Palermo ook, tegen Catania, in Sampdoria, tegen Genoa. Het is altijd gewoon een grote rivaliteit en die mensen willen graag die 2 wedstrijden graag willen winnen. En toen jij hier bij NEC kwam, werd jij toen meteen ingelicht over dat er een derby was? En net komen nog niet, maar in de weken gelijk die supporters praten over die wedstrijd en hoe belangrijk het is voor de club en voor die supporters. En ja, natuurlijk, gewoon derby is ook altijd leuk om te spelen en leuk om te zien. En wat vind je van zo'n rivaliteit dan die heerst tussen de verschillende derbies? Vind je dat leuk of vind je dat soms een beetje te ver gaan? Hoe kijk je dat? Persoonlijk, ik vind een beetje af en toe is een beetje te ver, weet je. Dat is altijd een sport. Gewoon voetbal moet gewoon plezier geven en gewoon gezellige dingen gemaakt. En natuurlijk, als je derby komt, is het belangrijk om te
probeerde alles doen om de wedstrijd winnen. Maar moet blijven op de veld, weet je. En dan af en toe kom ik een beetje veel te ver. Dat denk ik gewoon moet ook gewoon een beetje leiden van die andere situatie misschien. Ik was ook in mijn derby van Sampdoria. Was echt geweldig atmosfeer en grote rivaliteit, maar blijven altijd wat gebeurt op de stadion, op de veld. En ver moet altijd bepalen wie is de beste in dat moment. En wat is jouw mooiste herinnering aan de Gelderse derby? Natuurlijk denk ik die penalty in de laatste minuut 2006, toch? Ja, 2006. Natuurlijk, dat was een geweldig moment. Wij hebben gewoon de laatste minuut scoren en winnen die derby 1-0. Het was echt een mooi moment. Ja, want dan wil ik jou daar eigenlijk ook even terug naar meenemen. 2006, dan die penalty. 92e minuut, jij wordt getackled en penalty. Wat gaat er dan door je heen op zo'n moment dat die scheidsrechter naar de stip wijst? Natuurlijk. Op die moment was het een beetje feestje, maar na een paar seconden begrijp ik dat ik moet nog scoren die penalty. Misschien ik maak een beetje extra druk voor onze teamgenoten dat moeten die penalty schieten, maar dat was ook gewoon emotionele momenten en af en toe jij gaat een beetje ook over. Maar het was echt een goede moment. Dan wil ik jou even meenemen naar een moment van 2 jaar geleden, 2021. Het moment dat de bal, was die nou over de zijlijn, was het hens. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen dat moment? Natuurlijk moet gewoon ook accepteren situaties. Ik vind het een beetje jammer dat met die VAR kan niet begrijpen beter die situatie. Maar dat is ook een beetje voetballen. Jammer dat wij hebben gewoon 1-0 verloren die wedstrijd. Maar dat kan ook gebeuren. Dat was ook minder. Na de wedstrijd waren natuurlijk hier buiten staan en waren de rellen. Hoe heb jij die meegemaakt? Wij hebben na de wedstrijd 2 uurtjes ongeveer blijven binnen die stadion door de problemen. Daar kom ik over. Dat af en toe kwam heel veel ver. Dat moment denk ik wat moet ook accepteren. Probeer gewoon voor volgende wedstrijd gewoon beter doen en dat was het. Natuurlijk hoop ik dat deze wedstrijd gaan niet zo problemen krijgen na de wedstrijd. Tot slot, ga je kijken zondag? Ja, zeker weten. Ik ga meekomen, zeker weten. Ik ga kom naar de stadion toe met mijn oudste zoontje en ik hoop dat we een gezellige tijd geven. Dan gaan we door naar iemand die al sinds zijn 9e voor NEC speelt. In juni 2011 is middenvelder Dirk Proper terechtgekomen in de jeugd van NEC. Inmiddels heeft hij al 88 wedstrijden gespeeld in dit eerste, waaronder 2 derbies. Dirk is een echte motor op het middenveld en hij heeft zichzelf inmiddels zo uitgegroeid dat hij niet meer weg te denken is uit de basisopstelling van trainer Rogier Meijer. Dirk, je bent opgegroeid in Elst. Merkte jij daar in je jeugd al een beetje de rivaliteit, omdat het natuurlijk tussen Nijmegen en Arnhem in ligt? Heb je daar wat van gemerkt toen? Ja, eigenlijk wel. Altijd toen ik bij mijn amateurclub speelde was Spero, ligt dan in Elst. Ligt tussen Arnhem en Nijmegen in, dus dat was altijd wel heel erg gemixt tussen mensen die voor NEC waren en mensen die voor Vitesse waren. Dus daar kreeg je wel vroeger een beetje die rivaliteit mee, maar ik vond het altijd wel leuk om mee te krijgen, zeg maar. En je hebt natuurlijk ook een aantal keer de derby in de jeugd gespeeld. Jij zit al heel lang, heb jij in de jeugd bij NEC gespeeld, sinds 2011. Ja. Hoe was dat in de jeugd, de derby? Is er daar de rivaliteit net zo groot of is het daar allemaal net iets minder? Ik denk dat de rivaliteit wel iets minder groot is wanneer je in de jeugd speelt, maar ik denk dat de rivaliteit er zeker wel is. Ook in de jeugd wordt al wel duidelijk gemaakt dat het wel een ander soort wedstrijd is. En ik denk juist ook omdat heel veel jongens bij NEC ook vanuit de regio komen, dat heel veel jongens ook wel weten dat het een wedstrijd is die toch bepaalde belangen heeft. En
ja, dat merkte je ook wel. En ook steeds als je verder kwam in de teams, op een gegeven moment onder 17, onder 19, dan merkte je ook altijd af en toe wat meer supporters bij kwamen. Kwam af en toe ook wat vuurwerk bij kijken. En ja, dan merk je wel dat het toch net een andere wedstrijd is. En hoe vond je dat dan als jonge jongen om dan die derby daar te spelen met natuurlijk vuurwerk langs de kant? Vond je dat intimiderend of vond je dat juist mooi? Ja, ik denk uiteindelijk is dat alleen maar mooi. Weet je, het zijn dingen die je rond die leeftijd dan voor het eerst mee gaat maken. En, ja, dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dat soort dingen wil je gewoon graag meemaken. Natuurlijk, jij bent een jongen uit de regio. Spelen ook heel veel jongens bij NEC die komen buiten de regio. Merk jij dat jongens zoals uit de regio meer de belangen weten van de derby dan jongens buiten de regio? Ik denk wel dat de jongens die bijvoorbeeld echt vanuit de jeugd komen, die hebben natuurlijk wel meer ervaring met die wedstrijd. Dus die zullen ongetwijfeld beter weten wat er te wachten staat. Zeg maar ook denk hoe het voelt voor de supporters, et cetera. Maar ik denk wel dat op het moment dat er spelers bij NEC binnenkomen, dat het binnen no time gezegd wordt van dit zijn de data voor de wedstrijden tegen Vitesse. Ja, zorg dat je er klaar voor bent, want dat zijn de wedstrijden van het seizoen. Dus eigenlijk is het wel zo dat de jongens die binnenkomen al heel snel weten wat de belangen zijn van die wedstrijd. En hoe was het voor jou om je eerste derby in de A-selectie te spelen? Ja, uiteindelijk heel mooi. Kijk, het is een hele mooie wedstrijd die je graag wil spelen, maar ja, je wil hem wel winnen. En ja, dat is nog niet gelukt. Dus daar gaan we heel erg ons best voor doen om aankomende zondag ervoor te zorgen dat het wel weer een keertje lukt. Oké, want er is nou 3 keer op rij niet gewonnen. Voelt het team een beetje druk om te winnen nu? Ja, voor een wedstrijd van Vitesse voelt iedereen gewoon de druk dat de wedstrijd gewonnen moet worden. En dat is denk ik ook heel normaal. En misschien voelen we nu, ik weet niet of de druk groter is, maar ik denk dat het vooral dit seizoen is dat we het gevoel hebben dat we ze echt kunnen pakken. En ik denk dat we dat uit al hadden. Nou, toen kwamen we op een gegeven moment met een man minder te staan. Ja, dat maakt het dan lastiger. Maar ik denk dat we uit ook al echt het gevoel hadden van oké, weet je, dit kan wel eens een keer de keer gaan zijn dat we ze gaan pakken. En nu moeten we thuis gaan laten zien dat we de 3 punten kunnen gaan pakken. Tot slot, de laatste training is altijd op zaterdag. Wat vind je daar altijd van? Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Ja, nee, is echt mooi. Uiteindelijk zijn dit dingen die je niet vaak meemaakt. Dat er bij een training zoveel mensen komen kijken en spandoeken, vuurwerkacties, ja, dat is prachtig. En ik denk dat het toch de jongens wel net wat meer aanzet om nog wat extra's te geven. Dus ik kijk er altijd heel erg naar uit en ik heb er weer zin in om het zaterdag weer mee te maken. Wordt het een spektakel of wordt het een teleurstelling? 1 ding is zeker, hier achter mij in de bloedkoel gaat het zich allemaal afspelen. Op 16 april 2023.